Nou, het is eigenlijk helemaal het verkeerde moment. En het is ook niet zoals we hebben afgesproken in het position paper. Want er moest eerst de financiering van het stadion rond zijn en dan het bestemmingsplan. Dat is ook de meest logische volgorde. De volgorde zoals we het nu gaan doen levert grote financiële risico's op voor de gemeente in de toekomst. Ja, want? De financiering is na 3,5 jaar nog niet rond. Grote private equity partijen vinden het nog te veel risico om in te stappen. Met het bestemmingsplan komt feitelijk de gemeente aan boord, wordt het risico verlaagd. Alleen aan het eind van het liedje is, kijk, Feyenoord heeft geen geld meer, ook door de coronacrisis. Als er dan tegenvallen zijn, zoals met de bouwkosten en dergelijke, kan maar één partij dat gaan betalen. En dat is de gemeente Rotterdam. Het is heel erg vergelijkbaar met de situatie van het warmtebedrijf. De private partijen hebben de lusten en de gemeente heeft straks de lasten. Daar maken wij ons zorgen over. Het bestemmingsplan nu door de raad halen is heel verstandig, omdat we ook als gemeente zelf zekerheden zoeken. Hè? We willen zelf investeren in een stadion en we geven onszelf ook op. Dan moet er ook een bestemmingsplan liggen dat het ook mogelijk maakt. Want waar investeer je anders in? Als er iets niet kan, dan kun je er ook niet goed in investeren. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Daarom hebben we nu ook het bestemmingsplan besproken met de raad. Dat is ook de volgorde zoals we die graag zien. En ik denk en hoop ook dat het Feyenoord gaat helpen om andere financiers nog over de streep te trekken. Ja, aan de andere kant wordt er wel gezegd, er zijn jaren geleden afspraken gemaakt in de position paper. Daar staat in eerst de financiering rond en dan pas een bestemmingsplan. Ja, sinds ik wethouder ben is dat andersom. We hebben gezegd, eerst dat bestemmingsplan. Dat ziet u ook terug in de position paper zelf, in de tekst. Daar kunt u ook lezen dat de gemeente alleen bereid is de grond- en erfpacht uit te geven onder het stadion, als ook zeker weten dat het stadion er kan komen. En dan heb je dus ook een bestemmingsplan nodig. Ja. Maar financieel weet je nog niet of het kan komen. Nou, om een bestemmingsplan vast te kunnen stellen, moet je voldoende zekerheid of kans op realisatie hebben. Het is nooit zo dat je een bestemmingsplan vaststelt en dat alles al helemaal geregeld is. En dat is ook wat we hier hebben gedaan. En we hebben voldoende zekerheid op realisatie, omdat we zien dat er een stichting gebiedsontwikkeling aan de Maas is. Die hebben een grondexploitatie, die hebben financiering bij de BNG. Die hebben een achtergestelde leningen, hebben ze inmiddels ook rond. Dus die kunnen ook echt aan de slag. We zien dat Feyenoord, zoals stadion, als club zeggen, we gaan die laatste fase in. En we willen ook die laatste fase in van het ontwerp om uiteindelijk ook dat definitieve investeringsbesluit te nemen. De grondverwervingen die zijn bijna rond. En al met al biedt dat voldoende zekerheid om nu een bestemmingsplan vast te kunnen stellen.